Ik denk dus dat de politie ook niet structureel een racistisch apparaat is. Klaar. De politie die zal een zwaar jaar tegemoet gaan. Dat zegt de voorzitter van de Nederlandse Politiebond, Jan Struis. Ik denk dat hij gelijk heeft. De politie staat onder hoge druk. In ons land kampt met een toename aan excessief geweld tegen agenten. En dan vind ik het prachtig om te zien hoe professioneel de politie is in deze lastige tijden. En daar mijn complimenten ook voor. Voor de betrokkenheid en de professionaliteit van onze korpsen. Onder een peiling van Kantar blijkt dat overigens ook gedeeld wordt door de bevolking. Dikke meerderheid is positief, blijvend positief over de politie. En de politie is volgens de Nederlanders ook betrouwbaar, moedig en hulpvaardig. En daar kan ik mij in vinden. En dan zeg ik bewust dus, voorzitter, onze politie. Want je merkt toch wel eens aan tafel, ook in deze Kamer, dat er erg schamper over de politie wordt gesproken. En zelfs ronduit grof dat de politie racistisch zou zijn. Bijvoorbeeld, dat wordt vaak hier in de arena geslingerd. En als je dan ziet hoeveel klachten er zijn ingediend. En uiteindelijk na ook bemiddeling en gesprekken met de klagers, dat er dan 1 klacht gegrond verklaard wordt vorig jaar. En daarvoor in de jaren daarvoor slechts 3. Dan denk ik dat agenten in een hele moeilijke omstandigheid heel goed opereren. En dat je dat niet zomaar hier te berden mag brengen zonder daar ook de feiten bij te leveren. Want ik denk dus dat de politie ook niet structureel een racistisch apparaat is. Klaar. Dan de druk waar ik het over heb op politiemensen. Die wordt groot. En dat zie je dus eigenlijk ook in de moeilijkheid om goede mensen te blijven vinden. Daar is ook de politievakbond, de heer Struis, duidelijk over. Die zegt, ja, dat is maar de vraag hoe we het tekort uiteindelijk kunnen voorkomen, hè, met die voltijdsbanen van mensen bij de politie. Er komt ook bij dat de uitstroom relatief hoog is van politieagenten, afhakers. Dus kortom, de vraag aan de minister eigenlijk van jaar 21 is, wat zijn nou de resultaten van die campagne, hè, om meer mensen bij de politie te halen, grootschalig ingezet, en op welke manier is de minister van plan om de hoge uitstroomcijfers van politieagenten tegen te gaan? Dan, voorzitter, georganiseerde misdaad. Daar hebben we het ook gisteren over gehad in een groot debat over TBS. En over de Taghi-clan, zeg maar, en de EBI's. Ik moet u zeggen, wij hebben waardering voor de topprioriteit van het kabinet om een hoge aandacht te geven voor het voorkomen en het doorbreken van die clans, van die grote topcriminele bendes. Maar we lijken wel de strijd te gaan verliezen. Dat is wel wat we... Oh, de minister schudt gelukkig nee. Dan zijn we allemaal weer gerustgesteld. Maar er is extreem veel geld gereserveerd voor het bestrijden van de georganiseerde misdaad. Maar we hebben het over het MIT gehad, het opheffen daarvan. Maar ook de grote bedragen die worden neergezet, is dat nou wel voldoende? Is die onder- en bovenwereld, kunnen we het eigenlijk wel zeggen, dat we die uit elkaar kunnen houden, uit elkaar aan het houden zijn? Soms is het verschil gewoon niet meer te zien. En dan vraag ik me af, is geld dan genoeg? Misschien kan de minister daar toch even op reflecteren. Hoe maken we nou echt die ondermijnende criminaliteit een kop kleiner? Voorzitter, de lokale verankering van de politie is superbelangrijk. De wijkagent, daar begint het mee. Daar hebben we vaker debatten over gehad. Dan zie je ook dat de wijkagent met heel veel mensen te maken heeft die verward zijn. Verwarde persoon is natuurlijk een toenemend probleem. En waar ik even van schrok deze week was het bericht rond Thijs H. Dat de rechters, of de zorgsector, zich, de psychiater zich druk maken dat de rechter te veel op de stoel gaat zitten van de psychiater. En dat ze zeggen, joh, sorry, wij hebben onze eigen professionaliteit. En waarom worden wij niet serieus genomen? Als wij vinden dat iemand moet worden behandeld, waarom is de rechter dan niet genegen om dat te steunen? Dat zie je ook binnen de CZSM-aanpak. Hè? Die geldt in de grote steden zorgvuldig, snel en op maat. Nou, hoe reflecteert de minister op zulke kritiek? En tot slot, voorzitter, een korte vraag. Eergisteren vond er een storing plaats op het landelijk informatienummer van de politie en was de opsporingslijn een tijd lang onbereikbaar. Nou krijg ik ook geluiden dat er een toename van ICT-problematiek zit bij die politielijnen en dat het wel eens structureel kan zijn. Hoe ziet u dat? Is dat waar? Komt nog bij gisteren dat het nummer 144 Red een Dier, dat is voor het melden van dierenmishandeling, dat die ook langere tijd onbereikbaar was tot gisteravond laat. Dat lijkt me ook niet goed. Misschien kunt u daar even op reflecteren. Voorzitter, dank u zeer. Ja, vond je dit nou een leuk filmpje? Vergeet dan niet even te reageren. Je kunt ook liken of delen met andere mensen. Alles kan, maar vooral belangrijk, abonneer je op onze kanalen.